Kijk, nu is wat de postbode gebracht heeft. Nieuwe Philips Ambilight televisie. Het betreft hier het model 7956-12, het Benelux model. Gaan we eens kijken wat er allemaal in de doos zit, hè. Onderaan heb je dus 4 witte blokjes. En ik gok als we die eruit halen, dan krijgen we die doos wel open. Eens even kijken. Ja hoor, dat gaat perfect zo. Eens even kijken. De 70+7956-12. 70 inch. HDMI, HDR, Dolby Vision, 4K, Android TV, alles erop en eraan. Oh, er zit nog een en het ander in de doos te zien, dat komt er nu wel even uit. Hup, dat hebben we niet meer nodig. Weg ermee. Een boekje. Een sticker. Een sticker voor stopcontact. En hier hebben we de eerste poot al. Proficiat met de aankoop van je ambient televisie. Er staat hier dat hij 10 tot 20 centimeter van de muur moet voor het beste resultaat. Groot blad met handleiding. Hebben we nog wat rommel? Weg ermee. Voor de tweede poot. En dan de afstandsbediening en de batterijen van de afstandsbediening. Hup, voilà. Heb die rommel er ook nog even af. En hoe doen we dat nou open? Oké, langs hier kan die open. Ja, er kwam normaal iemand helpen, maar die heeft geen tijd. Dus ja, en ik geen geduld. Dan zullen we eens een tijdelijke opstelling maken. Even die rommel hier uit de weg. Dan kunnen we plek maken. En ja, gaat die voorlopig hier staan, hè, tot ik hulp heb om hem omhoog te hangen. En dan die andere van de muur te halen. Dus even van dichterbij kijken. En vanachter heb je hier dus die Ambilight. Hier heb je het type en een beetje uitleg. Dan kan je even naar kijken. Ik heb een screenshot genomen. En aan de andere kant. Hij ziet er helemaal recht uit, gelukkig. Nou, eens kijken, langs de zijkant hebben we de eerste HDMI met ARC. Ook onderaan hebben we natuurlijk nog een pak aansluitingen. De tv is goed voorzien van allerlei USB en HDMI aansluitingen. Netjes zo. Daar staat hij al, hè. Ja, dus je moet niet naar de kabels kijken en zo, dat is maar een tijdelijke oplossing. Voilà, ga even stopcontact insteken. Oh, het begint gelijk te spelen. En we moeten afstandsbediening nog uitpakken en de batterijen zitten er nog niet in. Oh, snel, snel, snel. Sorry voor de witte streep in de tv, dat zijn de LED-strips op de achtergrond. De remote is best uitgebreid en heeft een heleboel extra knopjes voor Ambilight, YouTube, Netflix en enkele dingen die ik niet echt gebruik, maar ja, ze zijn er dan maar. Als het je eerste Philips televisie is, dan is het toch even zoeken op de remote. We zullen maar Nederlands nemen dat we begrijpen wat we aan het doen zijn. Ook het wifi-paswoord gaan we even ingeven. Je kan natuurlijk ook met de kabel rechtstreeks aansluiten en dan moet je geen paswoord ingeven en dan gaat het altijd supersnel. Maar wifi is goed genoeg voor mij. En dan hebben we hier natuurlijk Google, die wil ook weten dat ik een tv gekocht heb. Dus daar gaan we ook even inloggen. En we moeten natuurlijk akkoord gaan, anders kunnen we niet verder. De locatie geven we ook in, maar Android verbeteren door al mijn gegevens op te sturen gaan we niet doen.
Dit zet ik ook aan. Kan niet zoeken in alles wat op de tv staat. Persoonlijke resultaten, ja, oké, goed voor één keer. Extra apps installeren, dat is blijkbaar wat hij in een andere Google Android TV al eens geïnstalleerd had. En dan vraagt hij of ik dat nu terug wil hebben. Dus ik ga even kijken en ja, ik ga er wel een deel van opnieuw installeren, ook op deze televisie. En nog een beetje reclame. Wat je allemaal ermee kan doen. Je kan dus met die Google Cast kan je rechtstreeks van je telefoon en zo naar de tv streamen. En we gaan nog eens ingeven dat we in Nederland wonen. Chromecast die mag altijd op. Dan kan ik beelden en muziek en zo doorsturen van de telefoon naar de televisie. Ja, gewone televisie, dat heb ik niet. Geen kabel, geen tuner nodig. Dus dat gaan we allemaal overslaan. En we moeten weer ergens akkoord gaan, anders kunnen we niet verder. Ja, weer onze ziel verkocht aan de duivel of zo. En dan mogen we beginnen. De eerste keer duurt het lang omdat hij op de achtergrond al die apps aan het installeren is die ik zo net geselecteerd heb. Dat had ik niet door tijdens het filmen. Maar na het filmen, als hij helemaal alles opgestart was, eens een keertje opnieuw opgestart ook. Andere firmware in heel de boel. Dan heb je hier de default favorieten. Voor de mensen die dat hebben, Disney, Amazon, al die andere dingen, die staan hier netjes al klaar. Ga je helemaal naar rechts, dan kan je je eigen favorieten toevoegen. Aangezien de andere tv er ook nog hangt, kunnen we even vergelijken. Zowel de Ambilight als het beeld. De nieuwe tv is out of the box, nog niks ingesteld. De andere tv, daar zitten toch wel enkele uren in om de Ambilights en de kleuren mooi te krijgen. Terwijl het met de Ambilight van Philips out of the box al gelijk mooier uitziet. Ik was verbaasd dat ze allebei even snel opstarten. Dat is netjes. Kijken we even een stukje mee naar de Wolf of Wall Street. Dan kan je zien in het linkerbeeld is zijn gezicht, heeft hij net iets beetje meer in de zon gezeten. Maar dat kennen we met die Philips denk ik ook wel hoor. En kennen we de kleuren een beetje meer levendig zetten, hoop ik, en een beetje helderder. Oké, we zullen eens kijken naar de instellingen. We zitten op Android 10 en hier als je een paar keer erop klikt, dan geeft hij zo, ja, kijk, je ziet het al, Android 10. We gaan straks wel even kijken of er een update is, maar dat gaan we nu niet doen, anders zitten we nu al direct gevangen aan die update. Dus we gaan eerst een beetje rondkijken. Klok is zoals elke Android niks speciaal. Timer, voor als je wil gaan slapen met de televisie aan of zo, gaat die vanzelf uit. Taal hebben we, ja, Nederlands, makkelijk. Toetsenbord, als ik me niet vergis, kan je hier ook wel zo'n klein mini-toetsenbordje op aansluiten. Dan heb je een muis en een toetsenbord. Even het USB-tje pakken van de andere tv, want ja, de mini-toetsenbordje zit daar. Steken we hem hier in de tv. En als alles goed gaat, dan werkt dat hier ook. En die goedkope 10 euro toetsenbordjes hebben alle kleurtjes van de regenboog, kan je verzetten naar je wens. We zullen eens een paar van onze eigen apps toevoegen. Als een app hier niet moest bijkomen die je geïnstalleerd hebt,
Dat wil zeggen dat die niet in de Android... Dan wil dat zeggen dat die niet standaard in deze favorieten kan, maar je kan wel een sideload app installeren en dan kan je die daarin steken, kan je je eigen favorieten in een volgende rij steken. We gaan ook eens naar Rakuten kijken, dat is nog een beetje gratis televisie. Als jij belooft dat je naar de reclame kijkt, dan mag jij naar de film kijken. Wij spelen nu de reclame op maal 10, maar ik beloof je, ik heb ernaar moeten kijken, anders kon ik de film niet opzetten. Zullen we ook eens even naar de apps kijken? Niet speciaal, denk ik. Nou, hoeveel plek zullen we nog vrij hebben? We gaan straks eens even kijken naar de... Beveiliging laat ik voorlopig opstaan. Dan moet hij altijd vragen als hij ergens een app wil installeren die niet uit de Google Play Store komt. Er zit ook een handige functie in dat je het beeld kan uitzetten. Als je bijvoorbeeld muziek wil luisteren en je wil niet dat het beeld ook elektriciteit gaat verbruiken, kan je hier gewoon beeld uitzetten. Zullen we eens even kijken al naar de standaard instellingen voor het beeld. Het ziet er wel uit dat we toch wel een aantal instelmogelijkheden hebben. We gaan nog niet te veel veranderen. Later gaan we dan wel eens elke functie uitgebreid uittesten. Maar als ik dat nu doe, dan wordt de video toch misschien een beetje te lang. Ik ga misschien zelf ook wel eens een keertje op internet kijken wat alles wil zeggen. Dan gaan we nu eens naar het geluid kijken. Hij heeft vanzelf ontdekt dat ik de HDMI van de versterker van Pioneer aangesloten heb op de ARC-aansluiting. De HDMI 1 is dat. En zodanig kan ik met één remote dus nu zowel de versterker als de televisie, het volume wordt makkelijk geregeld zo. Als ik de televisie uitzet, gaat ook de versterker uit. En omgekeerd, als ik de televisie aanzet, dan gaat de versterker ook weer aan. Ik weet niet wat DTS nachtmodus is, maar ik gok dat het dan 's nachts niet zo luid kan. Nou, dat gaan we toch maar niet doen. Als de buren dan eens niet thuis zijn, dan moet het luid kunnen.
Mijn receiver, ik denk dat die geen Dolby Digital Plus aan kan, want die maakt een raar geluid als ik dat wou gebruiken. Dus bij mij is dat gewoon Dolby Digital die ik gebruik. Op de versterker geeft hij dan ook automatisch aan van hey, ik heb Dolby Pro Logic ontdekt, bedankt. Ambilight. De reden waarom ik de televisie kocht, ik wou echte Ambilight van Philips. Dus ik hoop dat het ook dat het me niet teleurstelt, maar het ziet er toch al netjes uit. Handig is dat ik kan instellen welke kleur mijn muur heeft. Die is namelijk niet helemaal wit, maar meer beige. Dus, beige. Ik had wel meer verwacht. Ik vind geen optie om op de maat van de muziek te werken. Ik zie ook niets voor hue lamps. Misschien als ik een hue lamp zou hebben, dat ik die hem dan wel vind, maar nee, het is niet zo uitgebreid. De kleurtjes zijn wel mooi. Je kan wel één kleur per keer, maar niet effecten of muziek dus. De kleuren zijn mooi, maar je kan er wel maar één tegelijk kiezen. Geen speciale effecten. Geen nieuw lampen om te koppelen. Ontdekking. 4,3 gigabyte werkgeheugen en niet de beloofde 8 gigabyte zoals op de website van Philips was vermeld. Hiervan houden wij na installatie van die apps die ik in het begin geselecteerd heb nog 1,6 gigabyte over. Dit wil dus zeggen dat de televisie al ongeveer vol is en ik heb hem een uur geleden uit de doos gehaald. Dus gaan wij apps verwijderen. Zoals je ziet, de apps die ik niet nodig heb, die krijg ik er niet uit. Die kan ik wel uitschakelen, zodat ze niet nog meer data verbruiken in mijn werkgeheugen. Als de televisie kan geroet worden, dan kunnen deze apps natuurlijk ook verwijderd worden. Spoiler alert, straks gaan we een update doen en dan ziet het er allemaal al beter uit. Ik ontdek nu ook nog dat ik de plastic en de randjes er nog niet afgehaald heb. Dat gaan we nu even snel doen. Ik zal even traag de plastic eraf trekken. Google zet ondertussen de televisie in de bloemetjes met de screensaver die ik net aan het testen was.
Oké, dan gaan we eens aan de firmware kijken. En we hebben een update. En die gaan we downloaden. En we gaan even het beeld versnellen. Want dat is toch wel een paar minuutjes dat dat gaat duren, dat downloaden. En dan moet je hem ook nog installeren natuurlijk. Dan gaat hij de televisie denk ik opnieuw opstarten. En nu hebben we Android 11 in plaats van 10. En we hebben 3 gigabyte vrij in plaats van 1,6. Philips heeft mij gehoord en snel een update gemaakt. Oké, nu gaan we eens testen hoe goed de Ambilights zijn. Ik heb hier mijn hond, die ging wandelen met mijn GoPro. Dat zijn hele snelle beelden. En de Ambilights reageren vlot mee met de bewegingen van de camera. Snelheidstest geslaagd, zou ik zo zeggen. Dan gaan we eens een beetje de Govi vergelijken met de Philips Ambilights. De Govi T1 met de enkelvoudige camera is dat. Het nadeel van de Govi is dat die 's avonds tot zijn recht komt, maar overdag als de zon schijnt, dan heb je er niet veel aan. Bij het eerste beeldfragment gaat het nog gelijk op. Oké, even een game testen. Die Ambilight is toch netjes. Die Ambilight is prachtig, ik moet het eerlijk toegeven. Flits van hier naar daar. Ja, dat is toch wat anders dan die Govi. Forza Horizon 5. Stappen we even in een snelle wagen. Even, ik heb een paar honderd meter rijden te zien of de televisie kan volgen. Ja, dat gaat netjes hoor. Dat gaat prima. Ja, dat gaat prima. Oh, een bocht. Oh, oh, ja. Oh, oh, nog een bocht, ja. Oh, oh, nog een bocht. Ja, dat loopt lekker vlot. Hier komt de Ambilight toch ook wel tot zijn recht hoor. Je ziet echt per klein rood stukje, groen stukje, echt die aparte lichtjes. Terwijl Govi toch zich een beetje concentreert op de vier hoeken en in het midden. Om dus eigenlijk 6 verschillende lichtinvallen te laten zien. Terwijl die Philips, ja, die heeft 10 lichtinvallen die hij kan laten zien. Ja, dat vind ik prachtig.